Primetime TV dit. We staan hier aan de vooravond van de traditionele schaalavond. Wat traditioneel inhoudt, hebben we afscheid genomen, jammer genoeg, van wat spelertjes die uit de opleiding verdwijnen. We gaan beginnen met een fantastische barbecue. Daarbij worden ook het talent van het jaar gekozen. Leuk inderdaad, hè? Die jonge ventjes die allemaal spelletjes mogen doen. De ouders die, die toch ook het hele jaar hoop tijd, energie en veel moeten rijden voor ze. Om die toch te bedanken voor hun inzet. En ik heb net wel aan mijn tafel gezeten. En wat gesprekjes gevoerd met wat ouders en dat is hartstikke leuk. Brian, niks voor jou? Niks voor mij, nee. Echt niks voor mij. Ja, toch goed. Goedenavond meneer, u heeft meer bekers dan eten op tafel. Ja, klopt. Ik heb ook hard gewerkt dit seizoen om al de bekers in de wacht te kunnen slepen. Nee, dit zijn de bekers van de F2. Die hebben de jongens gewonnen dit jaar. En ze hebben het goed gedaan. Geweldig gedaan. En ga ik niet inschakelen. Ja, de trofeeën mogen naar huis. De schaalavond. Alle spelertjes krijgen dus een schaal voor de kampioenen. En dan sluiten we het seizoen daar heel mooi mee af. Gaan we ook de Champions League winnen, KNVB-beker, alles. Dus dit is het begin? Ja. Gekhuis op de tribune, die Rios stoppen kan. Hij is nu nog heel klein, die schaal, hè? Ja, maar later wordt hij wel groot, hoor. Zeker weten? Ja. 3, 2, 1, ja, daar gaan! Wat voor plekken krijgt hij? Hele mooie plekje in de kastje, helemaal boven. Nee, dit is niet je laatste, denk ik, hè? Nee, ik krijg er denk ik nog wel voor. We begonnen met heel veel regen. Nou, je ziet, de zon schijnt fantastisch. En ik denk het belangrijkste is dat de ouders hebben plezier gehad. We hebben fantastisch eten gehad. We hebben een optreden gehad van Toussani. En jongens, jullie waren geweldig. Nog één keer het juichmoment. Fantastisch, kom aan hè! Ja, dit is toch op tv? Ja. Ja, natuurlijk. De Ajax is de beste. Ik ben Ajax. Ajax is de beste. Ajax. Ja, Ajax.